heel hartelijk welkom op dit lezingconcert. Voor ons is dit een heel speciaal concert, omdat er een workshop aangeboden was. Vanaf september zijn we aan het oefenen, samen met een heel aantal nieuwe leden, om dit concert tot stand te brengen. We hebben zo'n 12 keer kunnen oefenen, dus het is heel uniek. Zwaait iemand. Wat zeg je dan, Jan? Wie dan? Ja, dat meisje. Oh? Ik zoek een beetje gevoel. Ik zoek een beetje adventsgevoel. Advent? Is er iemand die dat al heeft? Heeft iemand het advent? Heb jij al adventsgevoel? Ja. Dan ben jij de enige zo te zien, want niemand steekt zijn vinger op. Heb jij al adventsgevoel? Ik heb al wel een adventsgevoel. Zeker weten. Oh? Nou ja, het leek me wel handig om hier op zoek te gaan naar adventsgevoel. En ja, dan toch maar een beetje met elkaar te gaan zoeken. Lijkt me een heel goed idee. Zullen we dat doen? Gaan we doen. Ik zal nog even wat vertellen. Vanmiddag, ik weet niet wie nog meer van jullie het gezien hebben, stond er een prachtige regenboog. Echt een boog. Dubbel. Het teken van hoop. En vanavond willen wij hier als teken van hoop ons geloof uitdragen. Op weg naar het kerstfeest. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, goede, gezegende avond.
Thank you.
Zie je alweer wat dit Jan? Zie een mooi blondje. Heb je die kant al opgekeken, niet Jan? Goeie, wat staat daar allemaal? Nou, ik weet het niet, er staat van alles opgesteld. En wil graag jullie speciale aandacht vragen voor zout. Dus we zouden het echt op prijs stellen als u op de bühne met ons meekijkt en gezellig met ons mee zit vanavond. En we willen graag dat jullie daarbij gaan staan. En we beginnen met het woord samen. Thank you.
eigen. Is het gevoel er al een beetje? We hebben helemaal achterin staan. Kijk, er staan al die zingers. En we vonden dat jullie eigenlijk ook lid konden worden van ons koor. Ja? Misschien tijdens het koorwerkshop, denk ik. Wat zei je? Misschien tijdens het koorwerkshop. Ja, dus inderdaad, ik moet jullie wel even vertellen dat wij hebben dus ons koor is een beetje gegroeid. Niet een beetje, maar een beetje met hoofdletters. Wij hebben een workshop georganiseerd over Advent. Dus we hebben een heleboel dingen ingestudeerd over Advent. En we hebben daar een heleboel meezingers bij gevonden. En die vonden dat eigenlijk wel leuk om mee te doen. En die doen ook heel enthousiast mee. Daar zijn we ook heel erg blij mee en ook heel erg trots op. Maar voor de rest had ik eigenlijk wel wat gekeken en vooral wat geroken. Er is koffie, die is niet gratis. Je mocht er gratis naar binnen, maar dan moet je overal voor betalen, dat is onze stelregel. Nee, er is hierachter is koffie, er is ik geloof ook nog thee en zo. Ik weet niet wat er verder nog is, dat heeft de kosten op of zo. En hoe laat komen we weer bij elkaar? Want we zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar, hè? Hoe laat was het weer dan? Ja, dat weet ik niet. Het is nu bijna 9 uur. Ik denk dat we dan moeten zeggen... Juffen weten alles, hè? Nou, bijna. Bijna alles. Ik zou zeggen 9:50. Dames en heren, we hebben een afspraak. 9:50 zijn we hier weer. Dan gaan we verder met het programma en dan mogen jullie ook... Ik kan er haast niet wegkomen. En kijk, daar gaat het licht in de winkel aan. Wat is de engel niet mooi. Oh,